Resistentie is een probleem wat zo oud is als de mensheid en nog ouder, want het is eigenlijk zo oud als de bacteriën zijn. Maar we hebben wel een probleem nu, toen we antibiotica in handen kregen, 70 jaar geleden ongeveer, toen waren vrijwel alle bacteriën waar we last van hadden als mens, die waren gevoelig voor antibiotica. En nu, en dit is een lezing van Margaret Chan, dat is de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, in maart in Kopenhagen. En daar zei zij, eigenlijk hebben we nu het post-antibiotische tijdperk bereikt, want we zijn nu in een fase in een aantal landen op de wereld waar de resistentie zo is voortgeschreden dat we aan het eind van onze behandelingsmogelijkheden zijn. En de belangrijkste gevolgen op korte termijn zijn voor de geneeskunde, voor de zieke mensen in de ziekenhuizen waar we met antibiotica veilige zorg kunnen leveren. Als die resistentie zo toeneemt, dan is die zorg eigenlijk niet meer veilig. Hoe komt dat, die resistentie? Is eigenlijk altijd samen te vatten in dit plaatje. Je begint met een groep bacteriën. Die blauwe zijn de gevoelige bacteriën, de rode de resistenten. De resistenten hebben in het begin bijna altijd, zijn in de getalsmatig, in de minderheid. Dan geef je antibiotica, dat noemen we expositie. En dan gaan die gevoeligen weg en blijven alleen de resistenten over. Die resistenten zijn dus geselecteerd. De resistente selectie van resistentie doen we met antibiotica. En als we dan de infectiepreventie niet goed op orde hebben, dan krijgen we het laatste dat het zich gaat verspreiden. En dat zijn de twee mechanismen waar je moet ingrijpen. Antibiotica selecteren, infectiepreventie zorgt dat het zich niet verspreidt. Nou, als je die twee onder controle houdt, dan gaat het dus goed. Nou, als je dan kijkt hoe we het in Nederland doen, dan zien we in van die overzichten die er nu zijn van heel Europa over resistentie in kleurtjes, dat Nederland bijna altijd in het groen zit, lage resistentie. In algemene zin kun je zeggen, in het noorden is het groen, in het midden wordt het al oranje en in het zuiden is het rood. De resistentie zit met name in het zuiden. En als je kijkt naar de laatste grote problemen, dan is Griekenland niet alleen op financieel gebied een probleem, maar ook wat resistentie betreft. En wat zijn nou die gevolgen van resistentie? Als wij een patiënt met resistente bacteriën moeten behandelen, wordt de behandeling complex. Dan weten we niet zo makkelijk wat we moeten geven. Het wordt duurder, de nieuwe middelen die je moet gebruiken zijn duurder. Je krijgt ook middelen met meer bijwerkingen. Antibiotica zoals we ze kenden, de penicilline-achtige, zijn ongelooflijk veilig. Dan heb je heel weinig bijwerkingen. Ga je naar nieuwere middelen, hebben ze altijd meer bijwerkingen. Je hebt vaak geen mogelijkheid meer om oraal te behandelen. Dus er moeten mensen opgenomen worden om met een infuus behandeld te worden. Allemaal niet onmogelijk, maar geeft natuurlijk allemaal weer extra kosten, extra belasting voor de patiënt. En soms, en daar zijn we nu beland, is de behandeling gewoon onmogelijk. We hebben gewoon geen effectieve middelen meer. Dat wisten we allemaal, dat neemt iedereen altijd mee als je het hebt over resistentie. Wat we de laatste jaren steeds meer gaan zien, en wat volgens mij het echte probleem van resistentie is, is dat er meer mensen ziek worden. Je had die gevoelige bacteriën, daar werden altijd mensen ziek mee. Maar we zien nu dat ook met die resistente bacteriën meer mensen ziek worden. En dat is echt een groot probleem. En dat komt vooral door de MRSA en de ESBL. Dat zijn de twee micro-organismen die eruit springen. Nou, resistentie geeft dus meer ziekte, meer kosten, meer sterfte en onbeheerste risico's in de gezondheidszorg. Dat is eigenlijk het grote probleem. En het bijkomende probleem is dat we dus ook geen nieuwe antibiotica zien komen. Dus we zullen het met de bestaande middelen nog wel een tijdje moeten doen. Dit is het antibiotica gebruik in Europa bij mensen. Dan zie je die staafdiagrammen. Frankrijk helemaal links. Griekenland, Luxemburg, Portugal, Italië, België. Dat zijn de landen met het hoogste gebruik. Nederland zit helemaal rechts. Dat is het laagste gebruik bij mensen. Nederland dus weinig bij mensen en bij dieren heel hoog. Dit grafiekje zullen jullie wel kennen. Er is best wat over te doen of dit helemaal klopt. Als je het op een andere manier berekent, valt het misschien iets anders uit. Maar in ieder geval blijft Nederland altijd wel aan die linkerkant met heel hoog antibiotica gebruik bij dieren staan. Er wordt heel veel aan dieren gegeven, maar de meeste dieren die het krijgen zijn ook niet ziek. Geef je het preventief. En preventief gebruik van antibiotica, daar moet je denk ik met elkaar toch eens heel goed over nadenken. Is dat nou iets wat je moet willen, gezien de gevolgen die daaraan zitten? Maar
interessant is om te zien dat de meeste antibiotica op gewichtsbasis bij dieren worden gegeven, veel meer dan bij mensen. Nou, dan hebben we de opkomst van wat in de volksmond varkensemmerzaas gaan noemen. Dat is omdat het het eerste bij varkens gevonden is. We moeten het eigenlijk netter noemen diergerelateerde MRSA. Die kunnen we redelijk goed herkennen. Het is een bepaalde variant en die is in 2004 ontdekt. Snel nieuwe studies. Die toonden duidelijk aan dat het bij varkens en vleeskalveren zo was. Inmiddels ook bij het pluimvee. En je ziet dat in het bruin aangegeven, het is het totaal aantal MRSA-gevallen per jaar, dat sinds 2006 neemt dat toe. En dat neemt eigenlijk toe door de opkomst van die diergerelateerde MRSA. Als je gaat kijken waar die stammen gevonden worden, links is de varkensdichtheid, rechts is de mensdichtheid. En dan zie je dat die variant, die diergerelateerde MRSA, dat die ook precies gevonden wordt waar mensen, bij mensen die wonen in varkensdichte of dierdichte gebieden. Zuidoost-Nederland. Daar kun je er bijna overheen leggen. Inmiddels weten we er veel meer van. Het probleem is snel gegroeid. Toen het ontdekt werd, zat een minderheid van de varkensbedrijven was besmet. Inmiddels zijn bijna alle bedrijven besmet. Of in ieder geval 85% in de laatste survey die we hebben gedaan. Als je eenmalig meet, dan vind je dat 65% van de varkenshouders besmet is met MRSA. De mensen die op het bedrijf wonen, maar niet in de stallen komen, is een stuk minder. Zit tussen de 5 en de 10%. Dierenartsen die met varkens werken hebben onderzocht, staat het op ongeveer 50%. En dat moet je dan afzetten tegen de rest van de bevolking. Als je nou gewoon 1000 Nederlanders kweekt, vind je ongeveer bij 1 op de 1000, vind je MRSA. Dus een gigantisch verschil. En dat, dat is dus een ontwikkeling waar we toch een beetje overvallen zijn. Het is wel heel duidelijk dat je vooral besmet wordt als je echt contact hebt met de dieren. Dus als je dagelijks zelf met de dieren werkt, ja, dan is de kans heel groot. En de intensiteit van het diercontact die is alles bepalend. En wij zien ook in de praktijk dingen langzaam veranderen. Het zit nog vooral bij de dieren en bij de mensen die met de dieren werken. Maar we vinden nu ook nieuwe gevallen van MRSA in de ziekenhuizen. Hebben we er bij 17 ziekenhuizen 1000 nieuwe gevallen in kaart gebracht de laatste jaren. En dan vinden we, de klassieke risicofactoren voor MRSA was buitenlands ziekenhuis. Dat is nog maar 14%. In 1980 was alles buitenland gerelateerd, 100%. En dan zie je het langzaam veranderen. 60% van de nieuwe gevallen is diergerelateerd. Geven de mensen ook zelf aan, ik had contact met de dieren. Bij een kwart van de gevallen vonden we helemaal geen verband met bekende risicofactoren. Dus of contact met dieren of buitenlands ziekenhuis, zat er allemaal niet in. We zijn aan die mensen toe geweest, huisbezoek, alles nagevraagd. Niks. En ongeveer 270 mensen. En wel is een 22% van die mensen heeft toch die diergerelateerde variant. Dus er zijn mensen die op geen enkele manier contact met dieren hebben. Ook niet met een boerenbedrijf, met de boer zelf of met de dierenarts. En die toch die variant hebben. Er zijn behoorlijk sterke aanwijzingen dat dat te maken heeft met de aanwezigheid van die bacterie in het vlees. Die mensen die positief waren, hadden een hogere vleesconsumptie dan mensen die negatief waren. Wordt verder uitgezocht, maar het geeft allemaal aan, het is ergens begonnen en langzaam zie je het doorgaan sijpelen op andere plekken. En het liefste zou je hebben dat dat reservoir bij die dieren gewoon wegging. Want dan hoop je dat je het gewoon helemaal onder controle kunt krijgen. Het wordt nu ook bij pluimvee gevonden. 15% van consumptievlees was besmet. Niet alleen met de diergerelateerde variant overigens, maar met MRSA. Groot deel diergerelateerd, maar ook met andere varianten. Allemaal dingen waar je zegt, ja, dat zou je toch liever niet hebben. En het zit dus inmiddels ook, begint het in de bevolking zich te verspreiden. We zijn daar niet gerust op dat dit allemaal goed af zal lopen. En nogmaals, we denken dat wil je dit oplossen, dit probleem, dan zul je moeten proberen bij de bron het probleem weer in te perken. Dat is gewoon een zeer groot reservoir bij die dieren. En dat zou je kwijt willen. En dan komen we nu bij ESBL. Dat is een totaal ander verhaal. Staphylococcus aureus is iets wat via direct contact van mens op mens overgaat. Voedselketen zou je niet direct aan denken bij staphylococcen. Want het is geen voedselgerelateerde besmetting over het algemeen. Ik zeg niet dat het nooit kan gebeuren. Maar daar denk je niet aan.
zit op de huid en in de neus. ESBL zit bij gramnegatieve bacteriën, zit in je darm. Duidelijk voedselgerelateerde overdracht speelt daar een belangrijke rol. Mensen die na het toiletgang hun handen niet goed wassen, is voor ESBL een groot probleem, voor staafkokken niet. Dus dat denk je aan hele andere overdrachtmechanismen. Nou, dat zien we overal toenemen, weer de bekende plaatjes met de kleuren. En opvallend is dat hier Nederland niet in het groen is gebleven. Voor MRSA zitten we nog steeds in het groen, ESBL niet. Daar gaan we mee met de rest van Europa. En dat zien we vooral sinds 2005. Opvallend toen wij dit zagen, waar komt dit nou vandaan? Dan praat je met collega's en zeg je, ja, we zien allemaal mensen die eigenlijk helemaal nooit in het ziekenhuis zijn geweest, die buiten het ziekenhuis een infectie oplopen. Dus die lijken buiten het ziekenhuis te ontstaan. En als je dan zo'n mens in het ziekenhuis screent, bij opname, dan zie je dat 5% bij opname die bacterie al bij zich heeft. En dat was een paar jaar geleden nog nul. 2000 was dat praktisch nul. We zien ook zelden overdracht in het ziekenhuis. Dus er zit iets buiten het ziekenhuis. En daar hebben we een onderzoek gedaan, wat gepubliceerd is vorig jaar, wat aantoonde dat vlees een zeer waarschijnlijke bron is van die ESBL. En we hebben dat vlees gekweekt en dan blijkt vooral kip, 86,5% van de kip was besmet met ESBL. De groep in Utrecht heeft dat nagedaan, vinden 90%, dus vergelijkbare getallen. Andere vleessoorten veel minder. En de ESBL-soorten in die andere vleessoorten zijn echt anders dan wat je bij de mens vindt, een soort bacteriën. Moeten we dan maar allemaal vegetariër worden? Nou, dat zal niet veel oplossen, denk ik. Want ook op groente en fruit wordt inmiddels behoorlijk vaak ESBL gevonden. En het grote nadeel van veel groentes is dat je ze rauw eet. Vlees, als je daar netjes mee omgaat, dan denk ik dat de risico's zeer goed te beperken zijn. Ik denk dat een heleboel mensen dat niet netjes doen. Dat is een ander punt. Maar vlees kun je door de verhitting natuurlijk, het is niet een interne besmetting, het is echt een oppervlaktebesmetting. Als je dat goed verhit, dan ben je het probleem af. Nou, als je met de sla of de tauge aan de slag gaat, wordt dat natuurlijk wel lastiger. Want in ieder geval wordt het niet lekker, die gebakken sla. Toen men dat in Amsterdam ook vond, kwam er meteen een discussie, is dat een risico voor de mens? En kort na die discussie kwam de EHEC-uitbraak in Duitsland. En ik denk dat daarmee wel de discussie gesloten is of groente een besmettingsbron kan zijn voor de mens. Want dan zag je in korte tijd dat er duizenden mensen besmet zijn, tientallen doden, door een besmette partij fenugreekzaad. Iets wat we toch ook niet iedere dag eten en dan toch in korte tijd zoveel ziekte. En daarnaast, en dat is de meest zorgelijke ontwikkeling, denk ik, is dat we ook zien dat in de bodem die resistentie zich heel snel aan het opbouwen is met ons antibiotica gebruik. Dit zijn ingevroren bodemmonsters uit Nederland. Op 5 plaatsen rondom het IJsselmeer staat in het artikel. Ik vind het wel redelijk ver van het IJsselmeer af liggen, eerlijk gezegd. Maar 5 plaatsen heeft men vanaf 1940 iedere 10 jaar een monster genomen. Zelfde plek, in de vriezer. En dan zie je hier een grafiek met de aanwezigheid van ESBL-genen, 1940 tot 1980 gebeurt er eigenlijk niks, zie je bijna niks. En dan ineens gaat dat de lucht in en is er een soort explosie van resistentie in de bodem, waarbij wij denken dat het met het uitrijden van de mest, met de antibiotica en de resistente bacteriën in de bodem een groot reservoir is ontstaan. Menselijke afval kan er ook best een rol in hebben gespeeld. Het hoeft niet alleen dierlijk te zijn, maar ik denk met het totale antibiotica gebruik, je bent het niet kwijt nadat je het gebruikt hebt bij een dier of een mens. Het wordt gewoon uitgescheiden en het is in de natuur nog heel lang aanwezig. Het is niet iets wat meteen weggaat. Dus ik denk dat we daar een beetje blind zijn geweest. We hebben gewoon niet goed opgelet, niet goed gekeken, dat er onder onze bodem, onder onze voeten letterlijk, eigenlijk een heel reservoir van resistentie is opgebouwd. Conclusies: die wereldwijde opkomst van ESBL vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. We denken dat het triple B-tijdperk naderende is. Dat betekent bye-bye beta-lactams, onze belangrijkste groep antibiotica. Penicilline, de eerste exponent, maar daar hebben we er veel achteraan gekregen. Die worden eigenlijk met ESBL allemaal onwerkzaam gemaakt. Is het nou het einde van een tijdperk? Ik denk dat er veel redenen zijn om te denken, ja, daar gaat echt iets veranderen. Resistentie in de open bevolking, dus niet alleen de ziekenhuizen, maar bij de gewone burger, neemt sterk toe en snel. Veterinair gebruik speelt daar absoluut een belangrijke rol bij, maar ook bij mensen wordt veel te lichtzinnig met antibiotica omgegaan. Antibiotica zijn ook veel te goedkoop geworden, waren ze maar heel hartstikke duur. Dan werd er veel zorgvuldiger mee omgegaan. En probleem bij ons moeten we ook zien in perspectief dat het in de ontwikkelingslanden nog vele malen ernstiger is. Het is een mondiaal probleem.
Ja, dus daar moet je ook oog voor hebben als je naar oplossingen kijkt. En het is een zeer ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Verhoogt de kosten van de zorg, die toch al niet altijd goedkoop is, zoals jullie weten. En er is nu een internationale taskforce ingesteld die het dan allemaal moet proberen op te lossen. Ik denk dat je antibiotica gebruik bij dier en mens drastisch zou moeten inperken. Echt veel restrictiever mee omgaan, alleen als het echt nodig is. In uitgangspunt moet zijn dat gezonde mensen en dieren geen antibiotica moeten krijgen. En ook als we dat allemaal voor elkaar krijgen, dan zullen we nog op korte termijn nieuwe antibiotica nodig hebben, want de problemen zijn al substantieel. Dus je kunt het ook niet op korte termijn allemaal omdraaien. We moeten andere preventie bedrijven, moeten andere curatieve strategieën ontwikkelen. En dat is denk ik ook een discussiepunt. Mijn laatste dia, en dat is iets wat ik dan van ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het probleem wat we de laatste jaren met elkaar hebben opgepikt, MRSA, ASBL, Q-koorts, is niet leuk. Aan de andere kant hebben we elkaar wel leren kennen vanuit de humane sector, dierlijke sector. En ik denk dat de oplossing ook alleen gevonden kan worden als we veel meer met elkaar discussies aangaan en proberen oplossingen te bereiken. En dat is dan in ieder geval het voordeel van dit probleem. Dat was wat ik hier als inleiding wilde vertellen.